Oké, ik heb het volgende boek heb ik net uitgelezen. En deze zag je 2 video's geleden, zag je deze ook al. Namelijk High Performance Habits. En ik probeer nu zo'n beetje elke 3 weken een boek uit te hebben over zelfverbetering. En tot nu toe vind ik dit het beste boek wat ik erover heb gelezen. Dus deze zou ik zeker aanraden. Het gaat er een beetje om dat je 6 hoofdeigenschappen hebt die heel belangrijk zijn voor succes of het meeste uit jezelf halen. Voor deze 6 dingen kan je zelf bekijken wat jouw zwakke punten zijn en dan kan je daaraan werken. En er staan ook allemaal opdrachten in hoe je eraan kan werken, zodat je eigenlijk alle 6 gewoon optimaal hebt, waardoor je gewoon alles uit jezelf kan halen. Dus heb je een beetje interesse in zelfverbetering of succes of ondernemen, zou ik deze zeker aanraden. En de afgelopen week was mijn eigen progressie met droogtrainen beetje vastgelopen, want ik bleef een beetje rond de 94 kilo zitten. Dus later deze video ga ik het even hebben over wat je kan doen wanneer je gewicht blijft hangen en je geen progressie meer maakt. Dus dat komt in ieder geval later deze video. En eerst ga ik even een smoothie maken en dan gaan we eerst even trainen. En ik heb nu zelfs nog een kwart courgette erin gedaan, want groenten hebben natuurlijk heel weinig calorieën en het zorgt er echt voor dat je smoothie echt nog lekker vol wordt, zeg maar, en extra volume krijgt. Dus deze smoothie heeft geloof ik iets van 320 calorieën en dan heb je echt ruim 1 liter smoothie, wat super chill is. En ik blijf het altijd wat chill vinden om een beetje wat eerder op de dag een training te doen. En ik vind het niet heel erg chill om helemaal niks te eten dan. En ik vind het ook weer zonde van mijn calorieën om een grote havermout ontbijt te eten. Dus ik heb nu gewoon 1 banaan, 100 gram bevroren fruit en een scoop eiwitpoeder gebruikt met dan die halve courgette. Heb je echt een flinke smoothie, waardoor je goed gevuld blijft. Maar je hebt nog wel heel erg veel calorieën voor later op de dag. Dus ik ga deze even opdrinken en dan gaan we naar de sportschool toe voor een upper body sessie. Oké, dat was wel echt even een pittige upper body training. Maar ja, dan ben je ook wel aan het droog trainen. En afgelopen weken gingen de trainingen eigenlijk verbazingwekkend goed. Vooral de benentrainingen gingen lekker met de squats en de deadlifts. En dan weet je gewoon van oké, er komen ook trainingen. Dat je iets minder lekker erin zit. Dat je het gewoon zwaarder voelt. Dat je wat minder energie hebt. En vandaag was echt zo'n training. Dus er is wel iets wat ik de komende weken ga aanpassen. En dat is vooral voor de upper body training die ik net heb gedaan. Want ik merk gewoon dat wanneer ik zoveel spiergroepen moet doen. Dus borst, schouders en rug en dan nog armen, dat ik alleen voor de eerste 2 spiergroepen echt energie heb en dat het daarna echt minder wordt. Dus daarom ga ik die weer opsplitsen in een push training en in een pull training, zodat ik niet alle spiergroepen in 1 training heb. En dat betekent ook dat ik nu eigenlijk een 6 dagen trainingsschema heb in plaats van 5 dagen. Maar ik ga niet per se 6 keer in de week trainen, maar ik ga gewoon 3 dagen achter elkaar trainen en dan rust en dan weer 3 dagen achter elkaar, zodat je gewoon push, pull, legs, rust, push, pull, legs, rust hebt. En dat betekent dat ik de ene week 5 dagen in de week train en de andere week 6 dagen in de week. En zo heb je wel nog even een extra sessie in de 2 weken. Wat er weer voor zorgt dat je weer wat extra verbrandt. En dat kan ook weer een beetje helpen met dat je blijft afvallen wanneer je vastloopt. Dus dat is wel even iets nieuws wat ik vanaf volgende week ga oppakken voor en meer kracht en energie tijdens mijn trainingen. En daarnaast voor
voor het extra beetje verbranden. En zometeen ga ik nog wat andere tips geven, maar eerst even een maaltijd maken. En voor de volgende maaltijd hebben we een bak magere kwark. En daarbij gaan we dan aardbeidjes doen en heb ik ook nog zo'n lean protein bar in de smaak cookie and cream. En deze heeft maar 150 calorieën en 18 gram eiwitten, maar het maakt het wel echt een heel stuk lekkerder. En daarnaast doe ik er ook nog wat van deze white chocolate flavor drops in, om ook nog gewoon even die smaak wat lekker te maken. En daarnaast ook nog een beetje kaneel. Oké, dit ziet er echt super goed uit. En daarnaast proeft het ook alsof het gewoon echt een mega cheat is. Door de smaak van cookie and cream en witte chocola. En nog die aardbeien en toppings erop. Dus ik vind het echt super lekker. En ondertussen heeft het gewoon minder dan 500 calorieën. En dat is ook wat mij heel erg helpt met droog trainen. Dat ik gewoon lekker die dingen blijf proeven van protein cookies met lekkere smaken. Of eiwitpoeders of die flavor drops erdoorheen. Omdat ik gewoon vaak dat soort smaken gewoon proef. Dan heb ik helemaal niet het gevoel dat ik alleen maar gezonde dingen eet. En vind ik het een stuk makkelijker om vol te houden. Dus wil je zelf nog wat van die protein snacks aanschaffen om het droogtrainen een stuk makkelijker te maken? En dan kan je bij mijn protein de code TUNEFIT gebruiken voor 35% korting op je hele bestelling. En als je de link in de beschrijving gebruikt, dan help je mij ook weer. Ik heb ook meerdere smaaktestvideo's gemaakt die je even kan opzoeken met wat mijn favoriete smaken zijn. Maar zo kan je in ieder geval nog lekker voor je gevoel blijven cheaten tijdens het droogtrainen. Oh ja. Oké, dan ga ik het nu even over een paar dingen hebben die je kan doen wanneer je gewicht aan het vastlopen is tijdens het droogtrainen. Maar als eerst even kijken van waarom loopt je gewicht nou precies vast? Want dat is iets wat je altijd wel tegen zal komen als je aan het afvallen bent en ook wanneer je aan het aankomen bent. En dat komt doordat je verbranding zich aanpast wanneer je lichter wordt. Ik begon over de 98 kilo en daarom zijn mijn calorieën die ik verbrand ook op basis van dat gewicht, mijn activiteitsniveau, van mijn leeftijd en dat soort dingen. Maar wanneer mijn gewicht omlaag gaat, ik ben nu zo'n 94 kilo... Dan zal je ook wat minder gaan verbranden doordat je wat lichter bent. En dan zal je dus ook dingen moeten gaan aanpassen. Daarom is het ook belangrijk dat je in het begin niet te snel resultaat wilt. Doordat je in één keer heel weinig gaat eten, dan gaat je lichaam zich uiteindelijk aanpassen. Omdat je metabolisme zich wat vertraagt en doordat je wat lichter wordt. Dan zul je dus nog minder moeten gaan eten. En wanneer ik bijvoorbeeld gelijk op 1800 calorieën was begonnen, dan gaat het in het begin heel erg snel. Maar uiteindelijk komt het punt dat je niet meer progressie maakt. En dan zal je weer je calorieën moeten gaan afbouwen. En dan kom je in een situatie dat je echt heel weinig moet gaan eten. En dat wil je natuurlijk niet. Dus begin gewoon met een 300 tot 500 calorie tekort. En vanaf daar kan je gewoon elke week of twee weken kijken van, nou ja, hoe gaat het met mijn gewicht? En dan kan je dingen gaan aanpassen als het nodig is. Daarvoor is het ook belangrijk dat jij je meerdere keren per week gaat wegen. Want je gewicht zal altijd schommelen. En daarom is het ook belangrijk dat je niet naar één losse weging kijkt. Want het kan echt de hele tijd in schommelingen langzaam naar beneden gaan. En wanneer jij je net één keer weegt in de week en je zit precies op zo'n piek omhoog, dan denk je al gelijk van, oh shit, ik moet dingen gaan aanpassen, want ik ben opeens een stuk zwaarder. Terwijl je een paar dagen later alweer gezakt zou kunnen zijn. Dus ik zou aanraden om gewoon minstens 3 keer per week te wegen. Het kan ook elke dag. Zodat je gewoon de algemene lijnen op en neer ziet gaan. Maar dan kan je wel de wekelijkse gemiddelde een beetje bekijken van, gaat het ongeveer naar beneden of blijft het gelijk? En wanneer je gemiddelde over een week minder dan een halve kilo lager is, dan kan je gaan kijken van, oké, zal ik wat dingen gaan aanpassen aan mijn voeding of aan mijn beweging? En stel dat je een paar weken bezig bent en je bent al een paar kilo's kwijt en je wilt wat gaan aanpassen, want je gewicht is nu al een week helemaal hetzelfde gebleven. Nou, daar kan je kiezen. Je kan of je voeding wat verlagen, dus de calorieën die je eet, of je kan wat meer gaan verbranden. Maar ik zou niet aanraden om het in één keer allebei te doen, want je wilt gewoon kleine aanpassingen per week maken, zodat je over een paar weken ook weer aanpassingen kan maken en daarna weer en daarna weer. Dus zorg er niet voor dat jij nu denkt van, oké, ik ga alles gelijk helemaal aanpassen en dan heb je weer dat je over 3 of 4 weken denkt van, oké, ik loop weer vast en ik heb alles al aangepast wat ik kon aanpassen en dan wordt het heel erg lastig. Dus zorg ervoor dat je dan gewoon 100 of 200 calorieën lager gaat zitten per dag. En dan is het wel waarschijnlijk weer genoeg om wat verder te gaan zakken in je gewicht. Ook kan je gewoon je voeding gelijk houden en je cardio ophogen, zodat je gewoon wat meer gaat verbranden. En daardoor maak je ook weer dat calorietekort groter. Meer verbranden kan je natuurlijk ook op andere manieren doen. Je zou bijvoorbeeld gewoon elke dag een extra rondje kunnen lopen. Bijvoorbeeld met je hond uitlaten of wat dan ook. Of je kan ervoor kiezen om bepaalde dingen te fietsen wat je normaal gesproken met de auto zou doen. Of wat ik nu zelf bijvoorbeeld doe, is dat ik niet 5 keer ga trainen, maar de ene keer 5 keer en de andere week 6 keer. En zo heb ik toch weer 1 extra training in de 2 weken, wat wel weer de verbranding wat verhoogt, wat natuurlijk ook weer zal helpen met het droogtrainen. Dus het belangrijkste om te onthouden is dat je uiteindelijk altijd wat dingen zal moeten aanpassen, omdat je lichaam gewoon lichter wordt en daardoor wat minder gaat verbranden. En daarom is het ook belangrijk dat je niet in één keer veel te weinig gaat eten of veel te veel gaat verbranden, zodat je over de weken heen gewoon nog dingen kan aanpassen, zodat je gewoon voor de lange termijn steeds gewicht zal verliezen. Wanneer je in één keer heel weinig gaat eten en je lichaam past zich daarop aan, dan wordt het heel lastig om dan nog aanpassen
aanpassingen te gaan doen. En zal je waarschijnlijk vastlopen terwijl je al heel weinig eet. Dus denk bij het afvallen altijd voor lange termijn. En maak het jezelf gewoon wat makkelijker. En pas dingen gewoon aan als het nodig is. En dat was het eigenlijk wel voor deze video. Waarschijnlijk een wat kortere video dan normaal. Maar vergeet niet even een like achter te laten als je er toch wat aan had. Of als je hem gewoon leuk vond. En laat me ook even weten in de comments wat voor video's jij nog meer wilt zien over afvallen en droog trainen. En dan zie ik je in de volgende video.